Ah, goedenavond. Ja, we zijn zaterdag. De Belgian Lions en heel de delegatie is weer vandaag. Deze Nafit Jam ook. Achter de oude fieste. Ze zijn 20 bieten gejaagd en blijkbaar zijn de Lions al de feestjes aan het verder zetten in Brussel. Ja. Het zag er wel niet zo corona-proof uit. Maar vandaag hebben we nog een medaille van ons beide team. Een bronzen medaille. Het was redelijk spannend. Ze hebben een paar foutjes gemaakt. Maar de, ja, die we dan vandaag, omdat ze hebben derde plek in Blanc, de Fransen. En serieuze stiekeluiden van, met name de Bert dat we verder wilden. Dus ja, zes medaille, een brons medaille, proficiat voor het spelende team. Jammer genoeg zijn de andere teams van de 4x4 sprinters, vrouwen en mannen. In de finale stand heb respectievelijk een vierde en zesde of zevende plekken. Jammer, maar de finale is eigenlijk ook wel chapeau. En er waren, ja, vannacht worden er ook was de marathon en een van onze deelnemers, ik weet niet meer juist wie dat was, was blijkbaar heel aangedaan van de plekken, de 26e plek of zo, was heel van aangedaan dat ze er geraakt was. Dus ontroeringen. Ja. Ja. En nog een toilet. Dat is juist, ik rond de vieren heb dat echt wel een serieuze vlog gedaan. Ja, dat was wel de moeite. Ik kom ook weer nog walkjes af naar huis. Ik zit hier al buiten. Ga ik het winnen? Nee. Ik weet niet dat ze een zware vlog was. En ik dacht, ik ben dat in 10 minuten al 5 centimeter gevonden is of zo. Nee, het zou wel niet zoveel zijn, maar het was wel de moeite. Behalve dat, natuurlijk, zijn er nog altijd weer de corona. Cijfers voor vandaag, de zevende, zijn er 4 overledens te betreuren. Morgen zullen we naar gewoonte hun corona-cijfers werden gepubliceerd. Maar we zien dat koor wel, toch wel zeer. Morgen. Ik weet niet hoe er nog... er zouden waarschijnlijk wel nog Belgische atleten zijn die van wal steken. En als er iets te buiten valt, dan ga je er wel van worden. Maar in elk geval, bij de 4x4, de 4x400, de team, de Belgian Tornadoes, was er ook een Russelaar naar. Blijkbaar was er ook aan de stasje. Een event of zo dat de supporters allemaal te horen gingen kijken aan het café. Ik ben daar niet naartoe geweest, mijn tussenkijken, maar ik weet ervan uit dat het wel zelf was. En nogmaals, een vierde plek. Dat is eigenlijk ook wel topping. Allee, meesten, merci voor het kijken en geniet nog van onder. Hopelijk niet de stormachtige avond en we zien elkaar morgen weer.
Ciao, kiss.